Heel druk was het niet afgelopen zaterdag op de open dag van Sparta. Het is iets waar de Kasteelclub komend seizoen aan zou moeten wennen. Want na de degradatie en het mogelijke vertrek van een aantal dragende spelers zijn er ook minder seizoenskaarten verkocht. We hebben tot vandaag 3100 seizoenkaarten verkocht. Dat is minder dan, uiteraard minder dan vorig jaar. Toen zijn we gesloten op 7600. Dus we verwachten dat we in ieder geval de 4000 dit jaar zullen halen. Bijna een halvering dus ten opzichte van vorig jaar. Sparta zal zich moeten richten op de toekomst en dat doen ze slim. Want in het park achter de Bok de Korver-tribune maakte voornamelijk allochtone jeugd al kennis met de club. Nu nog afwachten of zij over 10 jaar een seizoenskaart gaan kopen. Het merendeel van de volwassenen die er zaterdag waren, hebben dat wel gedaan. Zij blijven Sparta trouw, ook in de eerste divisie. Heeft u uw seizoenskaart al binnen voor dit seizoen? Hij is wel besteld al. Ik heb hem wel besteld, maar nog niet binnen. Ik krijg hem misschien volgende week, denk ik. U zijn er dit jaar veel minder seizoenskaarten besteld, maar iedereen die we hier spreken, die zegt in elk geval dat ze allemaal seizoenskaart hebben. Ja, dat zijn de Hard Dice supporters, hè? De Hard Dice. Ja, dat zijn altijd op de Dennis Neville. Je bent Spartaan en Hartanier, hè? Niet alleen Eredivisie, maar Eredivisie. De supporters zullen moeten wennen aan een vernieuwd Sparta. Net als de verkopers in de verschillende kraampjes. Eén van hen is trouwens opvallend goed ingevoerd. Zeg het maar. Gaat jouw broer hier spelen? Pik je mij eruit? Hangt nog van een kleine paar dingetjes af, denk ik. Een paar details. Je moet allebei een beetje water bij de wijn doen en dan komt het wel goed. 99% denk dat het goed komt, denk ik. 99% denk ik. Ja, dan weet hij meer dan ik, maar ik ga er wel vanuit dat het goed komt. Net als met James Downey, de Australische rechtsback, tekende zaterdag een contract voor 1 jaar. I'm very happy to be coming here and very honored to play for such a special club in Holland. And for me it's my first experience and I'm sure it'll be a really good one. Maar het bekendste nieuwe gezicht is natuurlijk dat van de trainer van Jan Eversen. Tijdens de handtekeningen sessie is hij de grote attractie. Ik ga zo even Jan Eversen knuffelen. En want dat vind ik heerlijk. Er komt straks een vrouw, die wil jij gaan knuffelen, maar dat doet ze met elke trainer, zegt ze. Dus ik weet niet of je dat wil doen. Is dat heet ze soms Jolante? Daar heb ik er geen bezwaar tegen, ja? Hallo! En, was het een beetje Jolante? Nou ja, een jaar 40 geleden zullen ze er wel van weg hebben gehad. Als spelers en trainer klaar zijn met knuffelen en krabbelen, sluiten ze 's avonds de open dag af met een wedstrijd tegen AEK Larnaca uit Cyprus. Zonder James Downey, die heeft nog last van een jetlag, maar met René van Dieren en met Joey Godet, die hier de eerste kans van een wedstrijd krijgt, maar zijn schot wordt gekeerd door keeper Negri. Dan na een kwartier spelen weer een goede avond van Sparta en Edouard Duplan staat aan de basis. Voorbij zijn directe tegenstander, goede voorzet en Ruido Poupon komt voor zijn man en brengt Sparta op 1-0 tegen de Cyprioten. De spits vertrekt niet naar het Italiaanse Taranto en blijft dus voorlopig nog gewoon bij Sparta. Dan weer een mooie avond van Sparta. Hier diezelfde Poupon op Duplan. Duplan een E2'tje met Duarte, nu vrij voor het doel, maar hij slaagt er niet in om Negri te passeren, de Fransman. Sparta speelt goed in de eerste helft en een blanke rol is daarbij weggelegd voor Lerin Duarte. Het grote talent van Sparta, hier een knap schot van diezelfde Duarte die nog altijd in de belangstelling staat van Heracles. Maar naarmate de eerste helft vordert wordt Sparta slordig. Hier bijvoorbeeld Ruud Knol levert zomaar in bij een speler van Larnaca. Dan komt Paulista vrij voor de goal. Geeft af op Dimitriov, hij zegt dankjewel en beide ploegen staan ineens weer op gelijke hoogte. Totaal onnodig deze 1-1. Nog één goede kans voor de Spartanen vlak voor rust. Slijngaard met de voorzet. Die bal belandt bij Duplan, neemt hem mooi mee. Maar de Fransman blinkt weer niet uit in doeltreffendheid. In de tweede helft wordt er veel gewisseld en dat komt het spel niet ten goede. Sparta krijgt nog wel één goede kans. Een mooie paas van Ruud Knol van achteruit. Maar Ruido Poupon maakt hem niet af. Met een 1-1 gelijkspel tegen Larnaca komt er op die manier een eind aan de open dag van Sparta. Kijk, het is eigenlijk een wedstrijd om de Keizerse Baar tegen AEK Larnaca. Want het is geen Barcelona of dat soort, waar veel mensen op komen. Maar er zitten toch aardig wat mensen nog een beetje lekker in het zonnetje te kijken. En dat viel mij nog ineens tegen.
En ook de reacties van het publiek, als af en toe bij een paar aardige aanvallen, merken ze dat ze... En dat vind ik een goede zaak. Ik denk dat wat het belangrijkste vandaag is dat heel veel mensen hebben laten zien dat ze de club niet in de steek laten. En ik denk dat we ze heel hard nodig hebben.